hebben ze nou vorige week de eierstokken verrijkt. Die hebben allebei de bossen al afgezet. En nou, neemt die op. Niet voorbij met fietsen, hè, want dan gaat hij jouw fiets erbij. Dubbele akkie eraan, hè. Maar heb ik geen beeld, hè. Je hebt thuis zo afgesteld. En that's it, hè. Dan kan ik straks die route een foto van maken. Dan kan ik echt zo'n startpagina maken, hè. Heb ik dat ding voor jou nog nooit gebruikt? Nee, dat heb ik wel ooit opgeladen. Ja, ook wel eens gebruikt. Duizenden varkens onder de grond. Hier putjes uit graven. Toen van die grote landelijke varkenspest. Hier van het toegebracht. Dat graven, kalk erin. Varkens erin, weer kalk erin. Ver van alle bedrijven af, onder mijn vrouw. Dat denk ik dat ik heb wel, ik denk dat mooi echt is. Hé, hey, nou kijk zo, die is een mooie zetjes kan. Hé, en zo gauw die zaak weer
vervangen. Ik denk dat ik hem wel waar moet houden. Het is een zwaar weer, hè, fietsen. En de dag. We gaan de rust doen. We hebben weer een raad die over 4, 5 geleden. Nee, dat wij hier op een grond laten raken. YouTube, hè? Of YouTube nu. Ja, die Google Earth. Als er geen adres is, hè? Dus Bovenstraat Huppeldepup of zo. Dan heb je GoFoto erop staan. Maar als er geen adres is, dan vat je gewoon een adres vlakbij liggen of zo. Nou, dat heb ik ook al een paar keer geprobeerd, maar tot nu toe is het nog niet gelukt. Nee. Daar aan het eind, maar je kan iets te veel dalen, daar zijn ook al links. Dat kan me dadelijk uit te doen ook. Dat is een zandstraatje stukje. Nee. Maar hier gaan we naar de deur. Fietsen daar een heel stuk de kanaalroute en dan kunnen we kiezen of we langs de kanaal richting Landhuis rijden of door het bos naar waar we begonnen zijn. Waar wij in Landhuis het bos binnen zijn gefietst. Een van die twee kunnen kiezen. En dan gaan we langs het bos op. Dat is wel veel een betere weg langs de kanaal. Die kanaalroute, als ze hem niet opgeknapt hebben, dan rammelen ze wel van de fiets af. Nou, dat is wel een mooie weg, doe niet van.
dat is een nadeel, als je nou een route erop zou hebben, je hebt de kleur rood, dus het fietspad is ook rood, hè? Ja, ja. Ja, dan neemt hij even goed op, zonder kaart. Dan denk ik dat deze wel goed doen. Minder weer, maar als ik daar vandaag kijk hoe mooi dit is, dat maar ik wel beter zijn. Dinsdag wat met de bus, met de KBO. Naar Barneveld. Naar Barneveld, naar het Kippenmuseum. En dan een stukje weier gaan we naar kampioenschap van zandsculpturen. Oké. Okay. Dat gaat de Nisseroische clubje doen. Oh. Het Owak, of niet? Dat weet ik niet, dat zal dan wel. En dan naar de rand gaan we goed eten daar in Zeeland. In Zeeland. Ja. Bij de wind. Ja. Ah, ik ben dit best goed daarin. Ja, ja. Het was 50 euro, maar... Dat kost bij ons de KBO busrit. De PL5. Ja, dat hebben wij ook. Dat hebben wij ook. Naar de zandsculptuur. En naar Barneveld, naar het museum. Ja, het kippenmuseum. Nee, het kippen. Ik ga naar het Kippenmuseum. Dat weet ik niet. Dat zou goed kunnen. Koffie mee gebak. Ja, dat is altijd. En smiddags krijgen we het brood met kroket. Ja. Zoals krijgen we een gangendiner. Ja, dat is net zo precies. Ja, dan zullen die KBO's wel allemaal langs krijgen. Hè? Ja, we liggen wel weer onderhandeld. Net zoals in het tweede land staan met een kaptaar. Oh, oh, ja, nee, bij ons. Ja, dan denk ik, we kunnen ze niet afnemen. Nee, dat is niet. Veel zijn de jongere ouderen die dat doen onderhandelen. Die ene die kende jij, dat is die wandelaar die eigen bedrijf gaat. En die rekent ze dan gewoon voor. Die zegt dan zoveel personen, zoveel geld. Hè. We moeten dat wel kunnen, hè. Als wij niet langs het kanaaltje rijden, hè, maar die weg zo terug naar Landhorst, dan hoeft hij dan maar gewoon weer door te rijden, dan kan hij zo weer naar huis. Nee, maar niet die mooie rondrit, dat bedoel ik. Ja, maar dat vind je dan.
Nee. Dat doen we nog 20 minuten of zo een keer. Maar om de kanaal goed te zitten. Dan heet er YouTube. Rondje staat bos Sint Antonis. Dat. Hier hebben ze allemaal nieuwe grind op gedaan. Dus straks bij die bank weer, oh, dat komen we nou niet, hè. Zou ik een film zo naar Google kunnen sturen? Zou ik een filmpje naar Google kunnen sturen?
benieuwd hoe dit filmpje dadelijk is. Ik heb hem nou niet op zijn breedst staan, hè? Ja. Ja, dat denk ik ook. We kennen daar bij Landhuis bij die kruising dan, hè. Er staan toffen bij een bank, hè. Die kunnen ook altijd zitten, hè. Mountainbikers. Dat weet ik niet. Niet nog gekeken. Ik heb gisteren een historie zitten kijken van de Amerikaanse auto-industrie en de handel en dat allemaal op 14, hè. Nee, kanaal 12 is dat, Z, hè. Ze denken daar in Nevada, maar daar staat nee, 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 nee. Maar daar scoren die Toyota Priuses. Dat was de nieuwste elektrische auto in Amerika. Die zei, oh, die keurde ze af, want die komt te weinig kilometers en dit en dat. Dus gingen die Amerikanen zelf aan de gang. En in die tussentijd maakte Toyota de Prius nieuw model. En die gingen superbroodjes over de toonbank. Die gingen die andere was dan Fiat. En dat praat we ook al over ruim 10 jaar geleden, hè? 10, 15 jaar geleden. Maar Toyota had dan een flinke lippel. Maar ja, ik zag van de merk in nu.nl van die Tesla. Nou was ze weer aan het draaien. 5000 auto's per week, hè. Ja, maar dan komt die mensen aan van het passen. Dus dan ben je helemaal rond naar op, hoor. Maar weet ik trouwens niet of het nou per week of per dag was. Per dag zal het niet, hè. Kijk, 5000, dat is helemaal waar. Nee, we gaan hier door. Dus toch. Kom, we fietsen mij naar achterna.
allemaal alcohol gemaakt, hè? Al die patjes. Nee, de alcohol heeft die allemaal gemaakt hier. Het land was. Hier fiets ik met die ouderen ook, hè. Die rondje doe ik met die ouderen ook altijd. Dan gaan we wel in zijn tunnels. Ja. Doen we daar een beetje drinken, hier op de bank. En als Theo dan wil, kan je reis af. Die fietsen.